zijn jullie geïnteresseerd in een trio? Ik denk onder andere een kwartet, of niet? Hey, is je vader een bakker? Want je hebt ontzettend lekkere kadetten. Ja, openingszin. Stefan, wat is jouw favoriete versiertruc? Ik stap niet op mensen af. Ik stap wel af op mij. Nee. Hallo lieve mensen en welkom bij een nieuwe favoriete podcast aflevering met Stefan de Vries. Jean Demmers. Jean Demmers en ik natuurlijk, Julia Heedman. En wat ontzettend leuk dat jullie luisteren. En ach, wat ben ik blij om jullie weer te zien. Even tussendoor, ik heb ondertussen 1 hour of silence occasionally interrupted by hihi. Ja. Aanstaan. Dus als je wat hoort... Dan is het Michael Jackson. Michael Jackson. In ieder geval, jongens, what the fuck? Ik heb het niet zo lang niet gezien. We hebben elkaar echt heel lang gezien. Oh, echt heel lang. Nou, vorige week natuurlijk nog. Ja, oké. Okay. Maar... Wat? Vorige week. Oh, ja. Ja, 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 precies. Ja. Ja. Op maandag toen altijd. We hebben al gezegd dat elkaar aan het tijd niet zouden zien. Maar ik heb jullie gemist, motherfuckers. Ja, jij bent in Bali geweest. Jij bent in Mexico geweest. Ik ben in Oostenrijk geweest. We zijn ja. De hele wereld gaan verkennen. Weet je wat grappig was op een gegeven moment? Op een gegeven moment ging ik Jules appen. Want ik zat in Mexico. Jules zat op Bali. En toen ging ik Jules appen van... Hoe laat is het? Hoeveel verschil heb jij eigenlijk met Nederland qua tijd? En toen zei 7 uur plus. En ik min. Ook min. Ja. 7 uur wij zaten plus. Zeg maar de andere kant van de wereld. Zaten wij dichter bij elkaar dan via Nederland. Dat is wel heel ziek, ja. Ah, jongens, ik heb zo'n grappig verhaal. Oh ja, Julia vertelt dit... nou al. Julia zegt al de hele week. Dat is iets heel grappig om te vertellen in de podcast. Oh nee. Laten we daar maar gewoon mee beginnen. Ja, dit is, de nee, hype dit is echt nee, heel nee, erg nee, hoog. Nee, maar... Oké, okay, dus zoals jullie weten, Stijn Stinna. Hè? De editor. Editor, mijn ja? editor van de Omenvlog. Die ja. sinds New York altijd dezelfde jas aan heeft, zelfs die... om te slapen. Nou, Sean, ik wil wel even wat zeggen. Ik ga mijn verhaal vertellen, maar je mag me niet onderbreken. Want okay. De vorige keer dat ik dat een grappig verhaal vertelde, toen deed je dat ook. Echt? Ja. Oh, sorry daarvoor. Maakt niet uit, maar ik dacht, ik zeg, want anders gaat mijn verhaal niet toch terecht. Planeetje. Planeetje. Okay, maar maak dus... er dan ook een goed verhaal ja, van? Ja, het is een heel goed verhaal. Oké, okay, dus... Stijn is mijn editor, nu zo'n 3-4 maanden lang, zoals jullie weten. En ik ben heel blij met hem. En, zoals jullie hebben gezien, ik heb een nieuwe camera, toch? Mm-hmm. Die Osmo. Ja, dus ik heb die meegenomen naar Bali. Ik ben natuurlijk super blij met die camera. Maar ik moet natuurlijk nog even een beetje wennen aan die camera, weet je wel. Dus ik elke avond beelden sturen naar Stijn. En ik krijg op een gegeven moment de eerste Oma-vlog van Bali terug. En opeens is er een shot en die is heel erg ingezoomd. Maar ik ben op dat moment, nee. Je moet je voorstellen, ik lig ik daar naakt is, denk ik. In bed. Ik lag daar naakt. Sorry. Ik lig daar naakt in bed, maar dat shot was heel erg ingezoomd. Dus ik dacht van, het zal toch niet dat hij dan misschien mijn tieten heeft gezien, toch? Ik denk, nou, dat kan niet. Want ik let daar gewoon op. Ik stuur wel altijd de beelden en ik kijk daar ook Hij naar. Zei nog tegen mij, Joel, moet je wat grappigs vertellen? Ja. Oh. Oké. Okay, nee. Dus, ik denk... Ik ga het gewoon even vragen. Ah, oh mijn god, Stijn. Zeg maar rond 913, die echt bijna typt. Heb jij die gezien? Of was het net niet op beeld? Dan zijn Jan en ik even nieuwsgierig daar. Ik ga even niet tegen je liegen. Dat was in beeld. Dat was echt vol in beeld. Dus ik heb het even weggezoend. En ik denk, ga ik het even hebben, weet je wel. Dan voel jij je niet ongemakkelijk. Maar ja, is toch opgegooid. Ik heb het gezien, maar ik ben blij dat ik het op tijd heb gezien. Wat anders, als jij die had gezien op YouTube gegooid zou. Zullen jij elkaar nog eens kennen. Maar hoe is dit gebeurd? Ja, sorry, maar ik ga je wat vertellen. Dus ik denk, hoe erg... Stijn, wat droog ook. Ja, en ik denk, hoe erg kan het zijn, toch? Ja, je dus ik kijk dat shot eventjes terug. Ja. Nou, ik denk, je ziet gewoon een stukje van mijn tepel. Maar je ziet gewoon mijn hele tiet. Ik zit gewoon zo te... In mijn bed zit ik zo van... Nou, we liggen in bed en ik ga denk ik morgen even dit doen. En dan opeens draait de camera. Je ziet gewoon mijn hele tiet. Maar hoe kan het dat je dat niet gezien hebt? Nou, kan je niet dan? Weet ik veel. Je hebt toch dat selfie-schema erop zitten? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar waarom vlog je ook als je naakt bent? Nou, omdat ik dan de vlog even zo van, ik ga slapen. Slaap maar waarom... Oké. Okay. Kijk, cijfers op de oma-vlog nu toch? Ja. Ja. Maar hij heeft dus nog meer memo's gestuurd. Wat een grappige reactie ook. Ik ga niet over je leren. Nou. Ik denk dat je geen moeite meer met editors vinden zo meteen. Nee. Nou, dus wil jij mijn tieten zien, dan moet je mijn stagiair worden of mijn editor.
Ja, jongens, sorry, maar dit was een goed verhaal. Zullen we beginnen met het onderwerp van vandaag? Hey Sean, Stefan en Julia, ik ben Mauro en ik heb jullie hulp een beetje nodig bij het regelen van chickies. Ik ben namelijk heel erg benieuwd naar jullie favoriete versiertruc. Zelf ben ik fan van het meisjesplagen, kusjesvragen aanpak, maar dat is best wel sneu en de slagingskans is variabel. Dus ja, jullie favoriete versiertruc. Groetjes. Mauro. Goeie stem heeft hij. Mauro. Mauro? Ramoy. Is het Mauro? Hey Sean, Stefan en jullie. Mauro. Ik ben Mauro. Gewoon Mauro. Mauro. Goed, nou, in ieder geval jongens, wat een leuk onderwerp. Ja, wij zijn allemaal niet bezet, alleen ik. Ja. 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 Oh ja. Ja, ja. Hoe heb jij Jelle versierd? Laten we daar eens mee beginnen. Dat is een mooie vraag. Maar jij hebt hem versierd, hè? Ik kan hem even bijhalen. Oh ja, nou laten we hem even bijhalen. Oké, in ieder geval, hoe heb ik Jelle... Nou, nee, laten we eerst even Mauro bedanken. Mauro, bedankt voor je spraakmemo. Hartstikke gaaf. Ja, meisjesplagen, kusjesvragen. Wat zeg je nou? Ja, sorry, daar wil ik even op aanhaken. Dat werkt serieus. Yo, jij hebt jouw huidige vriend, die daar zit overigens, zelf versierd, toch? Is knap. Hey, ja, zo'n knap jongen. Sorry, ik word helemaal geld. Oké, dat ging als volgt. Mauro, luister deze tactiek. Maar ja, ik ben een vrouw. Dus, hè? Maar goed. Vertel het nou. Ik zag Jelle staan en ik vond hem best wel leuk. Ik ging naar hem toe en ik lag in een deuk. Nee, oké, sorry. Oké, ik zag Jelle staan en ik dacht, die ken ik van vroeger. Daar heb ik mee gebackt. En wat ziet hij er leuk uit? Oh, je had al een keer met hem gezoend, hè? Ja, ja, toen we 15 waren. Toen had ik hem ook al gepakt. Oké. Nou ja, toen liep ik naar hem toe. Toen zei ik, hey, heb jij een vriendin? Toen zei hij, nee. Ja, dat is nog niet heel lang uit. Dus ik moest er heel even over twijfelen. Want het is de eerste keer dat iemand dat vraagt. Hij moest erover twijfelen? Ja, want zeg maar, ik was de eerste die dat een beetje bij hem ging proberen. Nadat hij weer single was. En toen zei ik, ben je verdrietig dan? Toen zei hij, nee. Toen zei ik, vind je het goed als ik je dan nu zoen? Nou, maar was dat echt alles wat jullie hebben gezegd? Gewoon meteen? Ja, bijna wel, ja. Ja? Ja, want we hebben elkaar daarvoor in een andere kroeg gezien. En toen was het gewoon even zo van, hey, alles goed, ja met jou. En daarna niet meer gesproken. En toen, daarna zag ik hem in een andere kroeg. Had ik wat bakeltjes achter de kiezen. En toen dacht ik, die is van mij. Mm. En het werkt. Ja, maar ik zeg dus dat ik vroeg, mag ik je zoenen? Hij denkt dat ik heb gezegd, ik pak je op je bek. Wat vinden jullie logischer? Ik vind beide best wel wild. Ja, maar het is charmanter dat ik heb gezegd, vind je het goed als ik je nu zoen? Ja, dus hij bijna zegt de dat inzien, ik heb gezegd, vind je het goed als ik je op je bek pak? Ik denk de minder charmante optie dat jij dat zei. Dat is mijn gok. Hoe was jouw ervaring, Jelle? Mijn ervaring? Ja, hoe dacht jij toen Jules dat tegen jou zei? Dacht jij van, ja, dit moet ik doen. Kijk, dat is het antwoord wat ik wilde horen. Hij zei, ik vind het geweldig. Ja. Ja, dus maar ja, goed, dat werkte, maar... Ja, voor mij zou het niet zo goed werken, denk ik. Als ik dat bij jou zou doen? Ja, gewoon een meisje überhaupt. Ik vind het wel heftig. Ja? Ik vind het wel leuk eigenlijk. Ja. Ik heb ooit... Volgens mij heb ik dit verhaal al eens een keer verteld. Ja, maar ik heb het zo vaak, jongens. Niet oh, mijn god. Oh ja, dit is echt helemaal de Stefan aflevering. Ja, natuurlijk. Ja, we komen zo bij hem. Ja. We kunnen een half uur kan hij het woord nemen. Jezus, wat is dit nou weer? Maar luister, ik heb eens een keer gehad dat ik opnames had. En dat er... Ik was een chick aan het interviewen. Een vrouw? Nee, ik was ooit voor een radiozender was ik interviews aan het afnemen tijdens een concert. Dan had ik iemand geïnterviewd en na dat concert, na de opnames, kwam zij naar mij toe. En toen zei ze, hey, vind je het eigenlijk erg als ik jouw nummer vraag? Dus toen dacht ik voor het eerst, en dat was jaren geleden, toen had ik nog helemaal geen riz. En toen dacht ik van, hey, dit is best leuk, is een keer dat een chick mijn nummer vraagt. Normaal ben je als jongen was het een beetje standaard dat jij zeg maar de eerste stap zou nemen. Maar ja, en daar ben ik dus ook een beetje klaar mee, weet je. Want ik heb echt van die vriendinnen die dan altijd zeggen van, ja, maar hij heeft me nog niet bericht. Dan denk ik, ja, jezus, maar je kan dan toch ook gewoon hem een bericht sturen. We leven precies nu maar in 1980 of zo. Ja, is een moeilijk doel. En kijk, wat ik deed was misschien wel vrij direct, maar dat is natuurlijk ook een beetje mijn persoonlijkheid. Klopt, maar het is ook heel persoonlijk, want nou Jelle vindt het wel leuk. Ja, want Jelle stapt zelf niet zo snel op vrouwen af. Ja. Jij? Toch? Toch Jelle of niet, motherfucker? Nee, yes. Nee. Oh, hij is zo lief. Ik mis je. Je mag zo weer naar hem toe. Ja, nee, maar ik moet wel zeggen, versiertrucs. Ik vind dat ook een beetje, ja, wat doe je dan? Zo, kom eens dichterbij zitten. Nee, ik vind het wel goed hier zo. Nee, ik wou wat doen. Nee, wat wil je doen? Dat je dan zo in de bioscoop en dat je dan zo... Dat is die van mij!
die van mij? Oh, ik ben verliefd. Ja. Maar ze deden arm om me heen. Hebben jullie ooit een keer iemand versierd van... Hey, is je vader een bakker? Want je hebt ontzettend lekkere kadetten. Ja, openingszin. Dat is meer een openingszin, toch? Dat is niet echt een versierd. Ik wilde nu alweer weten. Zeg maar, ik wil dus nu eigenlijk alweer zeggen van... Ik weet wat jij gaat zeggen. Dat ga ik zeggen. Ja, ik heb wel een paar... Ik ben dus niet zo goed... Nou, wacht even. Sorry, even afronden. Wat is jouw versiertruc? Jouw favoriet versiertruc? Nou, ik heb niet... Ja, direct. Ik vind het een beetje lastig. Direct. Nee, gewoon zeg waar het op staat, ja. Ja, directe en aanpak. En ook niet geen spelletjes spelen, want uiteindelijk, als je iemand waar je dan op mee eindigt, dus ik ben nu met Jel, ik heb nooit bij hem een spelletje gespeeld of gedacht, oh, ik ga dit sturen, maar ik denk dit, of weet je wel, dat hoeft gewoon helemaal niet. Als je elkaar echt leuk vindt, dan hoeft dat soort gezeik er niet. Ja, eens vind ik ook. En ik vind ook dat... Dat mannen gewoon, ik hou van ze. Wat zeg je nou allemaal? Ja, sorry. Ja, maar ik ben... Maak even je punt, toch is je versiertruc. Planeetje, joh. Bind er geen doekjes omheen. En ga ook niet jezelf zeg maar verkopen, maar zeg gewoon, doe gewoon waar jij zin in hebt. Wat is je versiertruc dan? Direct zijn. Waar je zin direct. Oké, okay, dankjewel. Doe even niet zo kattig. Ik ben niet zo goed in het versieren van vrouwen. Maar wel. Mannen wel. Ja. Nee, ik ben niet zo goed in het versieren. Ik vind dat heel ongemakkelijk. Ik krijg daar echt paniek van. Dus ik heb even wat versiertrucs opgezocht. Opgezocht? Ja, omdat ik dacht, ik weet niet hoe, maar weet wat. Omdat jij dus dat niet zo goed kan en een soort van ongemakkelijk van wordt, dat vinden meiden dus ook wel weer cute of zo. Ik heb dit vanochtend opgezocht. Vanochtend? Maar waarom doe je dat? Nou, omdat ik weet dus niet echt hoe je meiden moet versieren. Maar doe je dit dan ook voordat je naar de club gaat of zo? Nee. Nee, oké. Maar ik dacht, weet je wat, ik ga even op internet opzoeken en ik ben bij openingszinnen gekomen. Oké. En gewoon een paar van mijn favorieten eigenlijk. Dus ik wil er drie. Ik heb hier, geloof jij in liefde op het eerste gezicht? Of zal ik nog een keer langslopen? Nou, classic. Ja, kent iedereen wel, ja, denk ik. Je vader is een dief. Hij heeft alle sterren van de hemel gestolen en ze in je ogen gestopt. Okay. Ja, maar Sean, deze lijn... Ben jij een bowlingbal? Want dan kan ik drie vingers in je steken. Oh ja. Ja. Mooi. Maar goed, ik denk dat we het een beetje in de war houden met favoriete openingszin en favoriete versiertruc. Ik vind het ook anders. Ja. 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 Want ik denk dat een versiertruc misschien wat meer is zo van dat je op hoe je op iemand afstapt of zo. Ja. Ja, want ik bedoel, kijk, zeg maar, als je dat doet, daar gaat het om. Dat wil Mauro weten. Ja, maar versiertruc is toch een openingszin, is ook een vorm van. Ja, klopt. Hoe zou jij iemand op iemand afstappen die je lekker vindt? Ga je dan naar heen? Nou, kijk, daar gaat het al vaak fout inderdaad. Ja. Ik stap daar niet op af. Ik heb daar de fucking ballen niet voor. Sean, je hebt een onwijs dikke zak in je broek. Ik weet het wel. Ik heb een relatief kleine zak. Mijn pik is alleen wat dikker. Maar ik heb... Die boomstronk. Oh my god. Nee, ik weet het niet zo goed, jongens. Ik denk dat ik het een leuke versiertruc... Je hebt wel meiden versierd in je leven. Genoeg. Ja, jij hebt ook echt 180 vriendinnen gehad. Ja. Hoe heb je dat dan gedaan? Het gebeurt gewoon. Ja, ze zijn allemaal jong. Dat weet ik wel. Nou, dat valt wel mee. Blind. Nee, blind. Blind. Doof. Geen geurvermogen. Geen geurvermogen. Nee, mijn favoriete versiertruc is gewoon met iemand aan de praat gaan en een beetje lullen. En dan maar kijken of dan het überhaupt... Ook, zeg nou ook van, als je iemand bijvoorbeeld ziet die je knap vindt, stap je dan diegene af en zeg dan van, hey, ik vind jou echt iemand die dan op iemand afstaat en zegt van, hey, je hebt echt een leuke vibe om je heen. Nou, nee, ik zeg nee, je zit bijna goed. Ik zeg wel van, hey, wat zie jij, wat een vette kleding of wat zie je er leuk uit. Dat is goed. Daar begin ik mee. Als ik het doe, begin ik daar meestal mee. Dat is goed. Dan bloedt het heel snel dood. Dus bij deze, mijn favoriete is gewoon afstappen op iemand en een beetje complimentjes geven. Jongens, trouwens, mijn moeder... Die zei laatst, toen ik bij haar was, van... Hey, komen Jules en Steve eens een keer weer appeltaart eten? Ik vond ze heel gezellig toen ze hier Marion, zat. Hè? Ja. Ja. En die appeltaart, die famous appeltaart... Waanzinnig. Die wilde ze opnieuw bakken, want ze vond hem toen nog niet lekker genoeg. Dus kom een keer langs. Okay. In IJmuiden? Ja. Oh mijn god, maar dan kan ik ook gewoon gelijk die reis plannen in mijn lievelingsapp, man. Heb je het nu over de NS-app? Ja, de fucking NS-app. Ik ga gelijk kijken. Die app is echt super chill, dat meen ik serieus. IJmuiden? Ja. Amsterdam. Stukje uit elkaar. Trein. Kan. Auto. Kan ook. Scooter. Alles kan. En weet je waardoor?
Jij bedoelt natuurlijk onze favoriete app. Die bedoel ik. De NS-app. Kan jij niet even kijken of er gewoon een auto in de buurt staat? Dan gaan we gewoon gelijk naar deze opnames die fucking appeltaart eten, man. Nee. Ja, jongen, die appeltaart wil ik zo in mijn reet. Nee, grapje, sorry. Ja, wacht. Oh, hier. Nou, top. Ja, ja. Staat er eentje in de buurt. Wat ook top is, want mijn moeder die woont niet heel dicht bij een station. Dus dan kunnen we gewoon in straat parkeren met een auto. Nou, dat zou wel echt wel helemaal chill zijn. Fantastisch. Ja, er staat zo'n Greenwheel auto hier om de hoek. Nou, zal ik hem reserveren? Joh, ja. Als jij dan niet de muziek doet, dan kunnen we gewoon normaal finale. Ik ga de muziek doen en ik ga hem even zingen. We zitten in de auto, de verveling die slaat toe. Ik heb alles al gedaan, alleen er is niks meer te doen. Dus ik zing. Dan doe je mee. Oké, nou goed, dat nummer gaan we aandoen en ik wil gewoon nu naar IJmuiden. Steef? Zie je, als je reist een trip down memory lane, je plant hem van deur tot deur met de NS-app. Ja, nou. Nou, dat vind gaan ik echt heel mooi. Stefan, wat is jouw favoriete verzeertruc? Ik stap niet op mensen af. Ik stap af op mij. Nee. En al met honderden tegelijkertijd. En er stond daar een chick. En er stond hier een chick. En daar een chick. En, nou. Ik was laatst op een Hunkemuller event. En ze kwamen allemaal bij me staan in de VIP. En toen ging je zo drank tegen hun. En ik wist heel serieus niet meer waar ik moest kijken. Het duurt in deze podcast ook heel lang voordat ik eindelijk zelf kan antwoorden. Ja, altijd. Maar ik weet nu echt wat jij gaat zeggen. Dat is van maar dit zeg jij altijd. Ja, maar nu, het klopt toch ook altijd? Nou, ik ga niet altijd, meer raden. Oké, okay. Nou, wat ga ik zeggen? Jij gaat naar iemand toe en je gaat dan heel erg zeggen van... even eerlijk. Als jij deze avond... Ben ik niet lekker? Als jij een avond... deze avond het cijfer mag geven. Wat is het dan? Nee, dat doen de jongens altijd. Ja, maar dat doe jij ook. Nee. Oké. Steve, laat het horen. Oké, ik denk, het is misschien niet de meest efficiënte manier, maar ik vind het is wel mijn favoriete manier, is dat je... Nu gaan we luisteren naar Stefan de Vries en zijn favoriete versiert. En benieuwd hoe lang het duurt voordat jullie me onderbreken. Hier. Maar het is niet mijn... Het is niet de meest efficiënte manier, denk ik. Maar wel mijn favoriete. En dat is dat je gewoon met een vriend... samen, een soort van zo'n ophype spelletje kan spelen, weet je wel, over die ander, dat je dan gewoon een soort van, dat die soort van een wingman mee heeft en dat je dan gaat zeggen hoe cool hij is en hoe vet hij is en dat heel erg overdrijft. Gewoon een soort wingman spelletje. Maar geef eens een concreet voorbeeld. Nou, ik heb wel een voorbeeld, dat werkt dan helemaal niet goed, maar ik was bijvoorbeeld een keer een avondje met Mali. En toen had hij het briljante plan, dat had hij mij niet verteld ook van tevoren, maar om in iedereen die daar in die hele club was, daar ging hij, tenminste alle meiden, ging hij naartoe en dan zei hij, zo, ik loop hier net met Stefan die club in en ik zeg tegen hem, wie vind jij hier de knapste vrouw van de hele club? En hij wees meteen naar jou. En dan zegt ze, oh echt? Oh, oké. Okay. En dat deed hij dus bij iedereen. Dus op een gegeven moment had ik gewoon echt een paar van die meiden naar me kijken de hele tijd. En ik dacht, wat raar, weet je wel. En toen vertelde hij mij dus dat hij dat had gedaan. Dus toen dacht ik van, teringleier, dat ga ik slim. Dat ga ik terug doen. Dus ik ga ook naar een meisje toe. En ik zeg, ja, ik loop hier net met Malie de club binnen. En ik zeg tegen hem, wie vind je hier echt de meest knappe vrouw van de hele club? En hij wees echt meteen naar jou. Ze zei, huh? Maar hij zei echt net hetzelfde over jou. Dat jij dat zei over mij. Ja, het kan niet goed gaan. En ik zag hem ook echt zo kijken op de achtergrond. Oh. Dat is echt heel grappig. Ja, het is totaal niet efficiënt natuurlijk, want het werkt helemaal niet. Maar het is wel grappig. Het is wel mijn favoriete manier. Gewoon... Ja, en daardoor kan er wel ook weer een soort van grappig gesprek ontstaan. Precies, want het is allemaal niet serieus natuurlijk. Maar ik vind sowieso een beetje afstappen op mensen, dat vind ik echt zo'n ding om te doen. Zeg maar, bij jou was het gewoon echt omdat ik eigenlijk dacht ik gewoon, ik wil met hem tongen. Ja. En dat is uitgegroeid tot... meer. Ja. Maar ik wist niet dat het ooit ging leiden naar een relatie. Nee, dat weet je natuurlijk nooit. Maar ik heb wel eens gehad dat je dan in een club stond voordat ik dan een vriend had. Dat je dan, weet ik veel, gewoon even wilde tongen. Dat vind ik dan zo moeilijk dat je dan... Ja. En net als daten, dat vind ik ook zo... Ik moet ook zeggen, ik weet ook niet of dat verwend klinkt of zo, maar als je dan je best doet in de club en je hebt met iemand getongd, daarna denk je dan ook heel vaak van, heb ik hier nou zo mijn best voor? Kijk, ik moet daar heel veel mijn best voor doen. Maar... Echt, jij downgrade jezelf altijd. Dat vind ik ook. Ja, je bent hartstikke aardig. Oh nee, Sjan. Je bent ook heel erg knap en leuk. Oh, dat moet je aankomen. Die was leuk. Maar nee, maar kijk, jij downgrade jezelf altijd zo erg. Nee, maar het punt van ik op iemand afstappen vind ik al heel lastig. Dus als dat dan lukt en het heeft een succesje en je tongt dan met iemand, dan denk ik daarna wel vaak van, oké, ik heb nu met jou getongd.
Maar ik ben ook niet zo van, ik ga nu met haar mee naar huis. Dat is ook weer echt een veel verdere stap. Of andersom. Heb je wel eens one night stands? Ik... dat wil ik eigenlijk helemaal niet weten. Je was er één van. Nee, niet echt. Nu expose ik mezelf misschien een beetje. Ja, maar ik ben zo benieuwd hoe jij... Zeg maar, bij Stefan kan ik me wel een soort voorstelling maken. Maar bij jou, ik vind het zo bijzonder. Het is ook een beetje hypocriet wat ik ga zeggen. Nee, maar dat jij... Zeg maar, ik kan me gewoon... Ik wil het niet ervaren, maar ik zou het wel willen weten hoe jij... Je zou de fly on the wall willen zijn. Ja, gewoon even kijken. Ja, dat je gewoon... Hoe jij dan de stap maakt als je dan met een meisje zit. Hoe hij dan, zeg maar, haar gaat versieren thuis. Maar wat wil jij gaan zeggen dan? Nou, kijk, ik... Eigenlijk nee, ik ben niet van een one night stand. Ik heb het ooit een keer geprobeerd. En ik weet dat ik een reactie van jou ga krijgen. Maar Was toen de beste seks ooit. Nee, helemaal niet zelfs. Ik heb gewoon met haar geslapen en geknuffeld. Omdat we kwamen thuis en zei ik, ja, ik heb eigenlijk niet zo heel veel... Ik voel me niet helemaal comfortabel bij om te seksen. Dat zei jij? Ja. En toen zei ik, vind je het goed om gewoon te knuffelen vannacht? En toen zei ze ja. En dat vond ze ook chill. Maar toen heb ik dus, ja, toen hebben we dus eigenlijk alleen maar geknuffeld. Oh, maar Sean was toch best wel schattig. Ja, ik ben niet zo. Ik ben erachter gekomen dat ik ben nu een tijd vrijgezel geweest. Ik weet niet of dat erin blijft. Maar en ik kwam erachter in die tijd van vrijgezel zijn dat ik het op jacht gaan en vrouwen versieren en zo en dan proberen ze het bed in te krijgen of te seksen met ze, dat ik dat helemaal niet zo leuk vind. Sean, jij gaat echt zoveel fan-edits krijgen om, ja. om dit Ik hoorde het muziekje daar al onder ook. En dan die slow-mo zo. En dan loopt hij zo meteen weg uit de studio van ze geloofde het. Nee, maar ik vind jou ook wel zo. Maar ik bedoel, je hebt toch ook al gewoon zin om te naaien? Ja, zeker. En ik neuk. Zeker, maar niet zeg maar één keer met iemand. Want ik vind, ja, dit gaat echt heel diep klinken. Maar ik vind wel dat ik een soort van connectie met iemand moet hebben. Ja, maar dat heb ik ook. Dus ik kan niet zeg maar iemand uit de club meenemen en daarmee neuken. Want ik vind dat een soort van... ik vind dat niet leuk. Ja. Ik heb liever iemand waar ik vaker mee het bed in ga dan dat ik met één keer met iemand... Ja, maar dat is ook leuker. Ja, dat heb jij ook, toch? Oh ja, het loopt jullie ja, mij te framen. Helemaal niet. Ik dacht, ik ga een beetje hypocriet klinken. Omdat ik jou natuurlijk samen met Bram wel vaak belachelijk heb gemaakt met het naakt knuffelen. Ja, ik heb dat ook wel eens gedaan. Ja. Ja. Wow, oké. Nou, ik niet. Ja. Ja, ik bedoel, jij doet altijd alsof ik de sex machine ben. Maar ik, eigenlijk 9 van de 10 keer, ken ik diegene ook al langer. Ja, oké, maar het is wel dan... Dat je neukt en dat is het dan. Soms. Nou, ik kan nu ongeveer de helft van jouw bedpartners opnoemen. Ja, laatste tijd wel. Ja. Ja. Dus. Ja, maar ja, dat maakt niet uit. Ik bedoel, je bent toch ook jong en single. Dus dan en zo is het ook. Gewoon, ja. Zo is het ook. Ik bedoel, dat is hetzelfde voor vrouwen. Die moeten ook gewoon lekker naar bed gaan met wie ze willen. Het is voor iedereen anders. Dus waar je je comfortabel bij voelt. Ja, tuurlijk. Maar ik bedoel, het moet niet zo zijn dat je jezelf iets oplegt. Zo van, ik doe het niet omdat ik dan misschien een slet ben of... Kijk, jij bent gewoon heel eerlijk en jij ook. Jullie houden van lekker knuffelen met een persoon die je één keer hebt gezien. En vrouwen hadden meteen maar gelijk seks en zo. Ja. Van, weet je, ik had toch ook gewoon een keer eerst even gewoon even elkaar leren kennen en even knuffelen en zo. Cute. Maar wacht, voordat we gaan. Ik dacht heel veel dat jij een verhaal ging vertellen. En volgens mij kent Julia dat verhaal niet. Over bij jou thuis met die gitaar. Met die meid. Weet je wat ik bedoel? Dat is echt... Geweldig. Dat moet je echt even aan Julia vertellen. Weet je wat ik bedoel? Ik denk dat ik dat wel een one-night stand kan noemen. Ja. Ja. Dat is het. Daarom moest ik aan denken. Ik dacht je dat ging noemen. Oh, dit is echt heel erg. Okay. Dit moet je aan Julia vertellen. Maar ik weet niet of dit erin blijft, maar... Jawel, het is toch helemaal niet raar. Alleen Julia vindt het gewoon waarschijnlijk heel cringe. Ik zou eens een keer op date gaan met een chick. En we zouden de stad in gaan, we zouden Amsterdam in gaan. Maar eerst zouden we even een wijntje bij mij thuis doen. Dus, nou... Dat wijntje thuis bleef ook thuis. En wij bleven ook thuis. Dus, dat was eigenlijk heel gezellig. En nog een wijntje. En op een gegeven moment zegt ze, je maakt muziek. Ik zeg, ja. Dus ik pak mijn gitaar erbij. Dus, en ze zegt, speel wat. Jij vindt dat al vreselijk volgens mij. Maar goed, ik ga wat spelen. En ze zegt, ik vind dit wel hot. Ik vind dit wel sexy.
Dus ik dacht, ka-ching. En ik ging door. Ik zat te tokkelen daar. Ik zat te tokkelen voor mijn leven. En toen op een gegeven moment zegt... Ja, dit is echt een ratchet verhaal. En op een gegeven moment zegt ze... Ja, ik hou het niet meer langer. Dus ze staat op. Ze pak me. Ze nemen me mee naar de slaapkamer. En ze... Nou ja, we zijn nog niet eens bij de slaapkamer. Ze zegt, ja, ik hou het niet meer vol. Ze gaat op haar knieën zitten. En ze begint te pijnen. Oh mijn god. Maar mag ik even weten wie dit is? Of kan ja, ik zij... Niet? Zij maar dat weet oh mijn god, Sam. Ja. What the fuck? Je ziet het toch gewoon zo niet voor jou? Dat je dan zo naakt aan ja, maar ik wist ook echt niet wat me overkwam. Zo met die lul die naar beneden uit kon en zo lekker ja, want tokken. Ik stond nog gitaar te spelen terwijl zij mij aan het pijpen was. Jij ja, zo een octaaf omhoog. Zo. Ja. Oh. Maar ja, kijk, weet je, ik heb ook een keer meegemaakt dat iemand mij gitaar voor mij ging spelen en... Kijk, één liedje kan ik dan nog wel zo van... Oh, echt leuk. En jij hebt het omgekeerde effect. Ja, ik snap ook en dat dat daarna echt... daarna dacht ik echt... Nou, dat is toch ook gewoon ongezellig? Ja. Ja. En jij bent wel geil als je gitaar speelt. Oké. Ga je dat zo? Hey, ik denk dat we even door moeten. Ja, oh ja, hey. Even, we gaan naar de favoriet van maar iemand anders. Maar we gaan anders. Even recappen. Ja. Oh ja. Sean, compliment op iemand afstappen, compliment. Wingman. Direct. Direct zijn. Oké. Geen doekjes omheen binden. Even kijken, ik weet niet welke het is. Nee, we moeten eerst de antwoorden toch weten. Ja, oh, inderdaad. Zo. Heb je die daar? Ja, die heb ik. Heb je die daar? Beautiness, Joy. Zij geeft de antwoorden uitdagen voor een biertje atten. Oké. Okay. Oogcontact maken. Vragen... Sorry. Vragen om een sigaret. Wat? Op iemand afstappen. Ik denk dat zij gaat zeggen oogcontact maken. Ja, ik denk niet de sigaret. Ik denk een biertje atten. Ja, ik denk ook een biertje atten. Dat zou inderdaad ook wel een leuke versiertruc zijn. Alleen ben ik dan benieuwd hoe het daarna gaat. Oké, nou dan gaan we dus horen. Vertel het, Sean. Hoi, Joy hier. Nou, ik moest wel heel erg hard lachen toen ik deze vraag kreeg. Want ik ben dus echt de allerslechtste flirt op aarde. Dus ik moest wel even nadenken toen ik mijn favoriete versiertruc moest bedenken. Want eigenlijk heb ik die niet echt. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, als ik uitga en een paar drankjes op heb, dan krijg ik nogal een grote mond. En als ik dan iets moet benoemen, dan is het denk ik steenpapierbak. Ik weet niet of jullie dat kennen. Maar dat is dus eigenlijk steenpapierschaar. En als je verliest, moet je een atje trekken. En ik weet niet waarom, maar 9 van de 10 keer win ik dit altijd. Dus dat is hartstikke leuk. En anders moet ik een atje trekken. En vaak doen ze dan wel met me mee. En dat is vaak wel een goede ijsbreker. Best wel goed, ja, inderdaad, dat eigenlijk. Dat is wel een leuke, ja. Best wel goede. Een soort van challenge. Ja, en het is best wel een ijsbreker, inderdaad. Ja, wel slim eigenlijk. Ja. Hey, nou, je kan ik weet nu wel wie het is. Ja? Ja. Oké. Okay. Maar ja, dat is een goede. Dit is, hey, Mauro. Ja, doe die gewoon. Ja, dat vind ik ook wel een goeie. Ik wil het nu spelen. Ik wil eigenlijk ook wel, ik wil dit jou ook wel eens een keer zien doen. Als de fly on the walls wil ik dat eens een keer bijwonen. Wat? Dat ik dit bij iemand doe? Ja. En dan? Kijk hoe dat uitpakt. Ja, dan ga je een van de twee gaat een biertje atten. Ja, maar hoe dat zich uitpakt tot het versieren. Je ziet er lief uit vandaag. Ja, echt. Ze is aan het versieren. Ja. Steenpapierbak. Ik vind je leuk zoenen. Oké, jongens, nou, okay, dat was de favoriet van iemand anders. Dan gaan we het hebben over de minst favoriet. En ik komt gelijk wat op in mijn kop. Even vertel. Oké, nou, ik wil gewoon even een situatie omschrijven die ik ooit heb meegemaakt. Oké. Okay. Ik was een keer in de Soos en ja, ik ging drinken bestellen. Toen kwam er echt een walgelijke, enge griezel naast me staan. Echt Paul van Loon himself. En echt... Hé! Hey. Ik doe hem even na. Steve, jij ik gaat even zo. Wees een vier naar mezelf. Steve, oh. Jij gaat even ja, vingers zo... zijn schil, toch? Steve, jij gaat heel eventjes zo zitten, zoals ik, zo aan de bar. Ja, jij met mij. Mensen kunnen dit niet zien, nee, maar hè? Dan moet je naar de YouTube-kanaal gelijk abonneren. Oké, okay, dus okay. Ja. Dus jij gaat zo dan zeggen van, oh, ik wil even een drinkje, weet je wel. Een drinkje. Ik wil een drinkje. Ja. Wil een drinkje. Nou, toen kwam er dus echt zo'n griezel niet net zo. Mamacita. Oké, okay, voor de podcast luisteraars. Ja, dat was echt het allerergste ooit. En ik vond het zo goor. Nou, dus een jongen pakte mijn hand en ik kuste mijn hand en zei mamacita. Gat, nou, wie zegt dat überhaupt? Ja, nou, een Mogol. Ik vond het echt zo, echt... Ik kreeg helemaal de rillingen ervan om mijn lijf. En daarna kwam ik dus de hele tijd achter me aangelopen. Ja, dat vond ik echt niet leuk. Nee, dat snap ik. Dus je moet geen mamacita zeggen. Nee, je moet gewoon niet zo goor doen, vuile griezel, als je dit hoort. Ik heb mijn hand met zoutzuur gewassen. Dank je wel. Nee, maar en andere minst favoriete versiertruc is denk ik ook gewoon jongens die gewoon zo onhandig zijn. Maar dat vind ik ergens ook wel weer lief.
Ja, eentje die dan bijvoorbeeld gitaar gaat spelen en dan opeens... En opeens gepijnd wordt. Ja, ah, nee, Sjan. Ik had ook een minst favoriet. Dit is niet heel lang geleden nog gebeurd in de Olivia. Wat is het nou? Oliva. Een club in Amsterdam. Ja. En dat was in de periode dat ik dus niet dronk. En dat was ook de eerste avond dat ik niet dronk, in de club. En dat vond ik al vrij heftig, omdat je hebt ineens heel veel prikkels van de club zelf, van de muziek, de lichten. Dat besef je allemaal niet wanneer je dronken bent. Dus vond ik al vrij heftig. Toen kwam er een chick naar me toe. Daar had ik ooit blijkbaar een Tinder match mee. En... Oh mijn god. Jij weet hier wie ik bedoel. Wij ja, jullie waren hierbij inderdaad. En zij bleef alleen maar achter jou aanlopen. Ja, oké, nou dat is één. Ik had al een paar hints gegeven van ik wil niet. Maar op een gegeven moment, in het begin, doet zij iets. Ik voel me daar al niet helemaal op mijn gemak. En dat wist zij, want ik had daar verteld over... Ja, het is mijn eerste keer niet drinken. En ik vind het wat heftig allemaal en zo. En dan doet zij iets waar echt fucking ongemakkelijk van wordt. En dat is, zegt ze... Nou, laat me even zien hoe je kan dansen. Oh. Nou, dan zet je mij in zo'n kutpositie. Want kijk, ik kan niet echt, zeg maar, daar on the spot goed dansen. Dus... En ik een zieke breakdance. Ja, dat verwacht zij dan ook of zo. Dus ik, ik probeer een soort van mijn heupjes los te gooien. Oh, waarom doe je dat dan? En ik zei eerst al van nee. En ze zei, jawel, doe nou. En ik dacht, weet je wat, we proberen het gewoon even leuk te maken. Ik doe gewoon even gezellig mee. Dus ik probeer het. En zei ze, jezus, dit lijkt ook nergens naar. Doe eens je best. Ja, toen sloeg ik al wat helemaal kut. Dicht. Oh, wat een trut. Dus dat is kut om te doen. Ga niet iemand op een podium zetten en dat soort dingen laten doen. Ja. Want je zet iemand gewoon voor lul. Ja, dat is niet the way to go. Nee. Laat je niet iemand op zijn gemak voelen. En daarna dacht ik ook echt van... en toen bleef ze nog heel lang plakken. Ja, vermoeiend. Daar hadden wij gezien. Ja. Ik vind trouwens ook altijd wel heel erg irritant als iemand dan jou leuk vindt, maar jou niet die hints geeft. Dus daar ben ik heel goed in. Ja, maar zeg maar dat plagen, dat kan ik altijd wel uithalen van... Dat doe je omdat je een beetje me interessant vindt. Maar als jongens bijvoorbeeld dan heel erg afstandelijk gaan doen of expres dan met je hard to get. Ja, dan zeg maar dan. Nou ja, ik heb dus wel geleerd dat als jongens hard to get doen, dan is het ook echt gewoon omdat hij dat niet wil. Het is niet een spelletje. Ja, meestal wel, denk ik. Ja, daar heb je. Ja, dat denk ik. Maar ook meer wel. Van. Ik heb wel eens meegemaakt dat ik een jongen voor een lange tijd date. En toen had hij de conclusie getrokken dat ik verliefd op hem was. Terwijl dat helemaal niet zo was. En toen uiteindelijk bleek dat hij mij heel erg leuk vond. Dat vind ik ook heel stom. Dus dat je dan... Ja, omdat je zelf precies. geen zekerheid krijgt... dat je het in iemand anders schoenen schuift. Ja. En dan... Snap je wat ik bedoel? Ja. Ook vervelend. Steve, heb jij een minst favoriet? Ja, ik weet niet. Gewoon überhaupt... Het is een beetje wat jij zegt. Als ze gewoon te erg soort van in je aura zitten. Ja. Weet je wel? Dat, gewoon dat helemaal... vind ik ook... Je hebt ook altijd van die enge meiden die dat doen. Wat? Ja, die meiden die plakken zo bij jou. Dat vind ik zo eng. Dan sta ik met jou te dansen en dan zie je ergens zo'n publiek boven het hoofd. Zo'n hoofd boven het publiek zou naar jou loeren. Ja, ik hou er niet van. En als je niet met rust laat, gaan, weet je wel? Blijft ook helemaal niks mysterieus meer over. Calm your tits. Oké, nou dan was dit voor deze week, mensen, denk ik. Jij wilde nog wat zeggen? Ja, je zag het, hè? Ja. Ja, ik heb nog wel een minst favoriete. Dat sluit ook weer een beetje aan op jou. Inderdaad, als ze te graag willen eigenlijk. Ja. Dus te happig zijn. Ik had het ook een tijdje geleden op een feest, dat er gewoon een chick al de hele avond, die wilde mij gewoon zoenen. En ik had daar niet per se zin in. Toen eind van de avond toch nog gedaan. Ik weet wie dit is. Ja, en dat was echt, ik was echt, ik vond het echt irritant. Ik vond je vies. Ja, ik vond me, ja, eigenlijk wel. Ook omdat... De zoveelste die avond. Ze ging me zoenen op het moment dat, ze nam echt de actie. Op het moment dat een guy die haar al de hele avond achterna zat, waar zij last van had, stond te kijken. Dus toen dacht ik echt helemaal van, ik word gebruikt vanaf alle kanten. Dus... Maar vinden jullie dan, wat ik dan bij Jelle heb gedaan, vinden jullie dat dan te graagwillend? Nee, want je zegt waar het op staat, zeg maar. Jij zegt gelijk van, hey, zoenen. Ja. Dus dat vind ik anders. Wanneer je dat doet, dat is leuk. Want dan zeg je van, dit is wat het is. Ik heb zin om met je te trongen. Ja of nee. Nou, hij kan ja of nee zeggen. Maar in dit geval was het gewoon de hele tijd een soort van dichterbij komen, een beetje hints geven. Zo. Dan denk ik van Jezus. Ja, oké. Okay. Ja, precies. Ja, Oké, nou, dankjewel voor het luisteren. En we zien jullie volgende week. Vergeet niet te liken, te abonneren. Volg de podcast. Je favoriete podcast.